moeten. Een vleesbrokken Cipollini. Daar zullen er veel een tong laten hangen. Lekker Belgisch, meepakken. Moreau-pampers, niet voor broekventjes. Twee Fransen, twee Polen, 12 Italianen, 7 Belgen. Het lot van een sportdirecteur kan zwaar zijn. Oh, morgen nog die fotosessie. Oké. Okay. Forse che è un corridore che piace di più vincere, sono le corse importanti come può essere una classica o le grandi corse che ci sono in Belgio. Poi è naturale, non posso puntare a nessuna classifica, perciò poter vincere alcune tappe sia del Giro d'Italia che del Tour de France sarebbe il massimo. De 7 Belgen in de ploeg de Vlaming hebben Carlo Boumans als kopman. En Belgisch kampioen Benjamin van Iterbeek die moet proberen zijn driekleur waar te maken. Ja, natuurlijk, met die trui moet ik natuurlijk gaan bewijzen dat ik die trui waard ben. En ik ga dat bewijzen in de klassiekers. Ik ga proberen goed bereid in Parijs-Roubaix. Omdat de klassieker met het beste ligt, denk ik. Vandaag 120 kilometer training, morgen 150 kilometer training, dan zullen ze wel klaar zijn voor de klassiekers. Dove l'anno scorso sono riuscito solamente ad arrivare vicino ma non a vincere. Per me l'obiettivo è di fare il miglior Paris-Roubaix possibile e realizzare il miglior prologue nel Tour de France. E poi, con i moyens, cercare di fare il record. Per me è il primo passo, soprattutto i classicers che mi mettono. E na de rand zullen we zien hoe of welke ronde ik zal rijden. Voorlopig is het alleen nog de ronde van Spanje die ik rijd. Maar indien het voorseizoen goed meegevallen is, dan zal misschien hier of daar misschien een toer bij komen. Zo. Ik heb tenslotte de winnaar van de Ronde van Italië, die een van de beste klimmers is van de wereld. Dan heb ik twee renners die op klassiek gebied
zeer sterk naar voren zullen komen. Dat is Carlo Bomans en Ballerini. En dan heb ik natuurlijk nog onze Mario Cipollini. Dat is voor mij de rapste spurter van de wereld. De sfeer in de ploeg, dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Zeker niet voor de Belgen. De Italianen hoeven zich minder aan te passen. Maar ik zou toch graag hebben dat de Belgen een beetje Italiaans leren. Ik weet dat ik dus geen enkele renner heb aangeworven. Maar als je de Italianen ziet en onze Belgen die in de ploeg zijn, de kwaliteit is er, dus de uitslagen zullen zeker volgen. Ik ben er 100% zeker van. Carlo Bomans weet ik op welke manier ik hem moet aanpakken. En van een Ballerini ben ik zeker dat hij zal presteren. Ook een Cipollini die wint zijn ritten. En dan mogen de criticasters komen op het einde van het seizoen.